Zo, dekentje erbij, want het is ineens niet meer lekker weer, of zo. Hoi! Vandaag een simpel kort videootje die over het HBO gaan. Het heet ook wel de University Tag, maar laten wij het maar gewoon de school tag noemen, of de studie tag. We noemen het de studie tag. Ik ga dus eventjes wat vragen beantwoorden en daardoor leren jullie mij iets beter kennen en iets meer over mij en mijn studie. Waar studeer je? Ik studeer in Amsterdam op de HVA, maar dat is misschien logisch, want op welk kanaal zit je? Oh ja, van de HVA. Dat studeer ik. Communication en Multimedia Design. In welk jaar zit je? In het eerste jaar woon ik thuis of ben ik op kamers? Ik woon op kamers. Wat zijn de drie dingen die jij echt nodig vindt voor het HBO? In mijn geval zijn dat een laptop, pennen en heel veel eten. Wat is je favoriete maaltijd om te maken? Ik denk dat ik toch ga voor kip tandoori met boontjes, want dat is lekker, makkelijk en gezond. Wanneer is de laatste keer dat je naar de bibliotheek bent gegaan? Ben je wel eens een hele nacht opgebleven om je deadline te halen? Ja, helaas wel. Ik ben toen uiteindelijk rond 3:00 of 4:00 gaan slapen. Wat is jouw favoriete locatie? Ik denk dat ik dan eigenlijk gewoon voor je Theo Thijshuis ga, waar dus mijn opleiding zit. Die zit aan de Wibootstraat. Heb je nog een tip voor iemand die voor het eerst naar het HBO gaat? Ja, begin gelijk vanaf het begin goed. Plan alles goed in, want het gaat veel meer tijd kosten dan je denkt. En schuif je deadlines niet vooruit. En als laatste, noem iets waar je je nu zorgen over maakt. Nou, het feit dat ik morgen een toets heb en ik nu dit aan het opnemen ben. Nou goed, ik hoop dat jullie nu wat meer weten over mij en mijn studie. En ik hoop dat jullie dit korte videootje ook een beetje leuk vinden. Vonden. Mag allebei. Als je trouwens nou nog benieuwd bent naar een lekker, makkelijk, goedkoop recept voor een student, dan kan je hier klikken en daar kan je abonneren. Als jij nog een tip hebt trouwens voor een eerstejaars, laat die achter in de reactie. Dat is altijd leuk voor anderen ook om te lezen. Ik hoop dat jullie wat meer over mij te weten zijn gekomen en dat jullie dat een beetje leuk vonden. En dan zie ik jullie binnenkort weer met een nieuwe video. Doei!